Hallo, ik ben Geert van Bakkerij Heidi, internat gelegen. We zijn hier al 25 jaar, bijna 25 jaar zelfstandig, als patissier. Ik als bakker, ik sta dus vaak in mijn bakkerij, dus heel veel kom ik niet in de winkel. Maar mijn vrouw die maakt er dus wel een erezaak van de klanten persoonlijk te bedienen en echt een supergoeie service te geven. Dus op die manier hebben wij een heel goede connectie met onze klanten. De fysieke winkel hebben wij nu bijna 25 jaar. En we hebben ook een online shop die nu ongeveer een 8 jaar al online zal staan. Je moet mee zijn met je tijd. En wij zagen dat het online verhaal voor andere winkels heel goed gaat. Dus dacht ik, waarom zou dat niet voor een bakkerij gaan? Het is gemakkelijk. Mensen kunnen van thuis uit gewoon uit hun zetel gewoon aanduiden wat ze willen. En 's morgens kunnen ze dan erom komen. Naar productie is het ook veel gemakkelijker dat mensen online kunnen bestellen. Omdat wij dan echt op maat kunnen werken zonder veel te veel over te hebben, 's avonds bijvoorbeeld. De winkel hier, ik vind dat heel belangrijk, ik vind dat een heel goed initiatief van Unizo, omdat de lokale kleinhandel is tenslotte de draaischijf, denk ik, in een dorp of in een gemeenschap, om ja, mensen bij in te brengen. Dat is een sociaal gegeven ook. Je ziet dat ook 's morgens aan de rijen die er buiten staan, dus dat mensen dat wel ervoor over hebben om aan te schuiven, om bij hun plaatselijke bakker of beenhouwer toch kwalitatief goede producten die lokaal gemaakt worden te komen kopen. Ik ben Geert en ik ben winkelier.